Amin heeft net een challenge verloren. Amin moet in zijn onderbroek de marine haven inspringen. En hopelijk, daar gaat hij springen, wordt hij niet aangehouden. Kom, Jella, snel. Kom, Jella, Jella, Jella. Sorry. It's not allowed to take video shoot anything here. Oh, nee, nee, only for the lamp, lamp. Lamp, kijk, it don't work, lamp. Kijk eens, hij is geweest. Dubai heb je altijd extra plaats in de auto en dat is maar in de kofferbak. Onze vriend Quinn. Gast, dit ligt top. Je gaat 25 minuten, dus niet 5, 25 minuten in de kofferbak zitten. En, ook weer, en wij met z'n vier op de achterbak. In Nederland krijg je als taxichauffeur gewoon 5 jaar cel voor. Maar hier zo krijg je nog een beloning, zeg maar. Human traffic. Oké, okay. Best taxichauffeur, hè? Hey. Ja, best taxichauffeur. Let's go. Nederland 5 jaar gevangenis voor dit. Maar komt goed. Jongens, goedemorgen. Vandaag dinsdag. We gaan naar de jacht. Met onze Quinn weer geregeld. We gaan naar de jacht toe. We houden jullie op de hoogte. We gaan eerst op de jetski. Alleen, we zijn een beetje de weg kwijt. We weten niet waar we zijn. Ik had gisteren per ongeluk de sleutel meegenomen van Maybach. Dus dat was niet zo goed, niet zo slim. Maar ja, wat ik zei, super mooie auto. Dus ik had de per ongeluk in mijn zak laten zitten. Ik voelde gewoon als thuis, zeg maar. We gaan nu op zoek naar de jetski's. En daarna gaan wij nog op de jacht. Het is hier echt prachtig. Eerlijk is eerlijk. Lijkt wel een film. Gaat erom als je twee Marokkanen achter stuurt. Nee, 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 Holland, zo moet je het nou niet gaan. Ja, wel. Nee, 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 zo moet je het nou jongen, niet ik gaan. Ik ga het wel eerlijk zeggen. Kijk, ik ga het zo knippen. Alles ging, alles ging goed totdat we twee Marokkanen achter stuur zetten. Eentje gaat links, eentje gaat rechts. Zet nooit twee Marokkanen achter stuur. We zijn bij de jacht aangekomen. Laat je even zien wat de ijzer 4 achter mij is. Ik weet niet, wat vind je ervan? Ja, lekker man. Huh? Voel je het thuis of niet? Voel je het thuis? Ja, hij is nu voor mij. Hij is jou niet. Hey, man, ik wil echt later een boot houden. Ja, echt hè? Vraag dan eens, kapitein, hoe duur de boot is. 20 miljoen euro. Weken. Plus minus 5 miljoen euro. Eerste keer dat ik even op een jacht zit. Kleurtje pakken, manager. Roofie is manager. Ik ga niet zeggen wie het gedaan heeft. Ik wijs niet wie het gedaan heeft. Jongens, besef hè. We zijn hier niet eens lang. Zondag. Nee, eigenlijk maandag tot met vandaag. Eigenlijk tot met vandaag, morgen gaan we alweer weg. Het is eigenlijk 2 dagen en dat hebben we meegemaakt. Iemand in de kofferbak, iemand vallen in het pretpark. Dan zitten we weer ineens op een jacht. In een jacht. Been gebroken. Been gebroken. In 2 dagen, laatst als we hier 2 weken waren. Dit is Dubai, jongens, Dubai. Absurd, hè? Wat bedenken ze hier toch weer allemaal? Welkom to Dubai, hè? Welkom to Dubai. Dit was er dan, de jacht. Maar een beetje verwilderd, chef. Thank you very much. Thank you for coming. Let's go here in de rentals. Ja, de kam. Thank you. Jongens, jongens. Ik lijk op Sergio Ramos. Fuck jullie. Ja, jongens, we zijn bij de Krikker aangekomen. Dat wordt wel eens een special. Ik hoop dat het goed gaat. We zijn echt middle nowhere. Zware ghetto. Ik laat het even zien. Zware ghetto. Ik hoop dat we even mee mogen doen. Even mogen kijken. Laat even zien hoe het eruit ziet hier omstreek. Hij is ook, ik zeg je eerlijk, boy, ja. Ik vind het wel mooi om te zien, zeg maar. Ja, je moet zo zien. Ik loop hier dan wel echt met een extra dubbel gevoel. Lopen hier, zeg maar, heel veel Indiërs en Pakistanen. Dat is dan gewoon, daar komt die sport ook. Door de Indiërs en Pakistanen komt hij doorheen. We hebben cricket gehad. We zullen vandaag PT krijgen, maar ik ben onderbroken door de manager. Dat er niet opgenomen mag worden in het hotel. Je ziet toch wat het Dubai is, dat ze veel strenger zijn met camera's. Ook waar we komen, houden ze gewoon niet van de camera. Maar ze vinden het wel interessant, de mensen omheen. Maar de mensen die hier wonen, die er komen, die er verblijven, vinden het gewoon niet leuk. Dus wacht op onze taxi en we gaan even de rest van de groep opzoeken. Nou jongens, we gaan ze eten bij een tent heet Hurricanes Grill. Wacht even op Quinn en Roefat. Die hebben verloren. We hadden een spel gedaan wie het eerst bij de Burj Khalifa is. Die achter mij. Het hoge gebouw. Het einde zie je niet. We gaan even kijken of iemand chagrijnig is. Zijn we chagrijnig? Ik wil alleen weten wie heeft er gewonnen en wie heeft er verloren. Eerlijk, maar even eerlijk. Wij dus. Wij stonden gewoon ervoor. Wij stonden voor het hek. Ah, valt mee joh dit. We kunnen meevallen hoor. Ja jongens, dit was het einde van Dubai. Het ijs gecheckt nu richting de airport. Niemand wil luisteren, maar ik zeg gelijk al 2 taxis, we hebben koffers mee. Zien hoe wij een auto van 4 met z'n achter gaan. Kijk eens. Nou prima. Ja, jongens, we zijn aangekomen, de airport, Dubai. Onze semi-boy, wie is het geregeld voor jou, zeg maar gewoon eerlijk. Voel je nou echt een directeur of niet? Ah, is lekker hè? Heerlijk. We zijn net op tijd, gaan vragen voor een upgrade. Gaan we kijken wat ze zegt. Gaan ze kijken? Ja. Oké. We hebben een upgrade gevraagd.
Oké, thank you very much. Thank you very much. 1021 euro upgrade. Terugkomen uit Dubai, jongens. Was een leuke trip. We hebben weer een uurtje gewacht bij de koffers. Dit keer wel mijn koffer van mijn moeder. Ik belde hem of ik de koffer had gehad, dus die was al geschrokken. Een leuke trip gehad. Eerste keer met Pin en Roefat weg geweest. Maar ja, we gaan ons klaarmaken voor het volgende uitstapje naar het buitenland. Weer leuke content te maken. Dus hou me in de gaten en bedankt voor het kijken.